Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Sudo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I'll be the refreshments as they crash to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. En ik zeg nog eventjes de enige echte, want ik zat vandaag zat ik een filmpje te kijken op Dumpet. En daar zei ene meneer Jelle, die zijn auto was uitgebrand, die zei dit... Ik sta hier voor. Ja, de enige echte Jelle. Nou, dat wil ik niet meer hebben, hè, natuurlijk. Hè. Dit is mijn enige echte en dat ben ik. Hè. Ik denk dat ik maar eens een keertje octrooi ga aanvragen. Voor alle mensen die mijn naam misbruiken. Want er wordt elke keer maar de enige echte gezegd. Jongens, ik ben de enige echte. Hè. Dat jullie het even weten. Nou, we zijn weer in Park Vogelenzang. En deze vlog... Die zou ik eigenlijk vorige week opgenomen hebben, na zondag, na de Waterlandvlog. En ik had geen zin meer, om naar buiten te gaan. Ik had geen zin meer, daar heb ik de laatste paar dagen wel heel erg veel, dat ik geen zin meer heb om, om de deur uit te gaan. Ik weet niet wat het is, ik ben een beetje moe ook. En ik moet ook een beetje aan mijn gezondheid denken en aan mijn rust denken. Dus, deze vlog die neem ik pas een week later heb ik die pas opgenomen. Nou, we gaan weer even lekker een rondje Park Vogelenzang doen. Zoals jullie gewend zijn de laatste tijd, want ik film heel vaak hier ook. Maar ik vind het ook wel een ontzettend mooi gebied. Het is echt wel een ontzettend mooie plek hier ook om te lopen. En ja, lekker dicht bij huis. En ik had toch nog eventjes wat mooie natuurfilmen hier ook. En natuurlijk ook een beetje praten wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. Nou, niet veel gebeurd. Ik heb lekker met Jelle gewerkt. En was super leuk, was super tof. En nu even hier wandelen. Maar ik voel alweer druppels. En... toen ik wegreed, toen was het nog lekker, maar het begint steeds slechter te worden, lijkt het wel. Wel een mooie blauwe lucht is het overal. Dat wel. Maar het weer laat een beetje in de steek de laatste paar dagen. Natuurlijk wel weer ontzettend mooi weer geweest. Ik voel nou ook druppels. Ja, het kan ook zijn van de bomen hier ook, want er staan er nog wel wat. Maar Het is een beetje troebelig weer is het. Het is een beetje troebelig weer. Het zou ook weer deze week minder gaan worden. Of aankomende week. Wel balen. Want jullie weten het een klein beetje. Ik ga het ergens naartoe. Dus ik ga ergens naartoe. Ik ga lekker nog niet vertellen waar. Maar ik ga het ergens een dagje naartoe. Dus, en dan ga ik ook weer vloggen. Ik ga niet naar de Efteling. Dat sowieso niet. Ik ga niet naar de Efteling helaas. Dat ga ik weer doen. Over een paar weken. Want ik moet de nieuwe Carnaval Festival gaan filmen. Want hij is weer open. Ik heb al spoilers gezien. En het wordt heel wat. Het is heel leuk geworden. Best wel. Moet je eerlijk vertellen. Dat... ik was natuurlijk heel erg tegen het veranderen van Carnaval Festival. Omdat er in mijn ogen er niks verkeerd is aan de Carnaval Festival zoals die was. Maar hij moest veranderd worden omdat een paar mensen weer zielig liepen te doen dat het racisme was en zo. Nou, ze hebben hem inmiddels is die paar maanden gesloten geweest. En hebben ze hem... is die nu weer klaar en is die weer open inmiddels. Nou, ik heb geen tijd meer om er naartoe te gaan. Als had ik er zeker weten gelijk weer naartoe gegaan naar de Efteling. Want ik
Ik vind het wel leuk om dat even te filmen. Maar ja, de tijd die ik heb, laat het even momenteel niet toe om even naar Kaatsheuvel te rijden. Om daar eventjes de Efteling te filmen. Dus, zo, ik ben wel heel erg kaal zo zeg. Ik heb trouwens ook mijn haar weer gedaan, dankzij Monsieur Remolski natuurlijk. Die heeft natuurlijk mijn haar weer gedaan. En op camera lijkt het wel dat het nog korter is dan dat het is. Valt in principe wel mee, gewoon standje 1, lekker kort. En ja, het was weer even nodig. Ik begon alweer bij mijn nek, begon het alweer lang te worden. Ik vind het altijd zo vervelend altijd. Dus hup, lekker eraf dat haar. En lekker eventjes gewoon even lekker kort. Dus vandaag. Dus dat heb ik ook weer even laten doen. En ja, voor de rest is het lekker rustig weekje geweest eigenlijk. Niet veel rare dingen of opvallende dingen gebeurd. Ja, de Carnaval Festival die hebben ze veranderd. En, maar dat was eigenlijk vorige week al. Nederland heeft gewonnen bij het Eurovisie Songfestival. Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo Eurovisie Songfestival liefhebber. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het een beetje corrupt zootje waar buurlanden elkaar helpen om aan elkaar maar punten te geven. Dus het is niet echt helemaal altijd netjes gegaan met uitslagen. Maar Nederland heeft een keer gewonnen en toevallig komt de winnaar komt uit Hellevoetsluis toevallig. Dat is wel heel erg, ja, heel erg toevallig. Ja, jullie weten het, Joost Komor uit Hellevoetsluis. Het is niet Joost geweest die bij de Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Maar ja, het is wel leuk dat het hier iemand is hier uit deze regio. Dat is wel grappig. Dus ja, dat is ook weer gebeurd, hè. Nou, hier inmiddels weer de bekende brug weer. Het bekende bruggetje over dit water. Dan heb je al het fluisterboot en het regent inderdaad echt. Het is echt ongelooflijk. Ik zet net 7 minuten mijn camera aan en het begint alweer te regenen. Ik hoop dat het volgende week weer wat beter is, want volgende week ga ik een heleboel leuke vlogs voor jullie opnemen. Dat sowieso. Nou, hier het malle bos. Ontzettend mal. Ja, natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. Het park is ook een beetje, ja, qua naam is het een beetje natuurlijk, heb een imago deuk opgelopen. Want ja, er zijn natuurlijk heel vervelende dingen hier gebeurd. Moord op, hoe heet ze ook alweer? Sargass. Dat was hier al in dit park. Dus ja, Farida Sargass. Ja. Zo, dit is wel even kloten. Zo'n jonge vrouw. Het bloei van de leven die dan dat overkomt. Nou, hier hebben ze dus. Dan heb ik daar het bruggetje, hè. Het bekende bruggetje. Heb je daar weer. Dus, ja. Dat heb je ook wel eens. En dan gaan we nog even het brugje over. En gaan we eens kijken of we weer een ander pad kunnen vinden als wat ik eerst had. Ja, eigenlijk hetzelfde blokje lopen is ook niet echt leuk. Is niet echt grappig. Dus we gaan even kijken of we toevallig weer een alternatieve route kunnen pakken. Dan hebben we toch elke keer weer iets anders. Het is best wel druk in het park. Ik kom al een hoop mensen kom ik al tegen. Ja, het is ook zonder die regen is het best wel lekker weer is het. Ik ben een beetje te enthousiast geweest. Ik heb gewoon mijn jas heb ik gewoon thuis gelaten. Ik denk nou, ik kan het wel alleen met mijn trui. Maar het is nog best wel frisjes is het. Dus. Nou, hier gaan we langs het water toe. Hier hebben we vorige keer ook gelopen. Dat is wel een hele grote pad. Om het water heen helemaal. Dan kom je dadelijk daar weer bij het bruggetje kom je uit. Dus ja. Dat is ook wel weer zoiets. Oh, een eentje. Eentje. Dus. Dan heb je hier ook weer een pad. Dat kunnen we misschien dadelijk op de terugweg even doen. Kunnen we dit pad weer teruglopen. Dat is misschien wel leuk.
Voor mij ben ik daar nog niet geweest. Ja, en verder voor de rest heb ik lekker GTA gespeeld. Lekker Grand Theft Auto'd. Helaas is de storing, actie voorbij dat het met het geld helaas. Gisteren weer een livestream gedaan. Het zoet alles gewoon weer op 100.000 bij een cargo vehicle. Echt wel jammer. Ik vind het wel balen. Nou, hier hebben we dus weer het water. Daar liepen we net en daar gaan we richting het bruggetje. Gaan we richting het bruggetje. Even een kort vlogje. Ja, ik heb ook wel eens even zin om even toch nog eventjes naar buiten te gaan. Dus. Hoppakee. Zo. Ik daar nog een bankje daar zo. Ja, het is een beetje bekend terrein al aan het worden, hè. Daar weer dat heksenpad of laarzenpad. Nee, laarzenpad was het goed is. Daar hebben we verleden keer gelopen. Maar we eindigen hier gewoon allemaal in bosjes en zo. En dan, voor de rest is er niks meer. Nou, hier weer het strandje waar we verleden keer ook liepen. En hier de ophaalbrug. Wel leuk gedaan dat bankje daar zo. Als je moe bent, kan je tussendoor nog eens eventjes lekker zitten daar zo. Nou, hier gaan we weer het brugje over, hè, jongens. Hier gaan we het brugje weer over, hè. Hier brugje, ophaalbrugje, gewoon brugje. Begrazingsgebied, dieren niet voederen, niet benaderen. En voor de honden is het aangelijnd advies. Dus dat betekent dat... Dus de hond beter aan de lijn kan houden, omdat in verband met de dieren natuurlijk. Eens even kijken wat we hier. Hier kunnen we niet recht doorlopen. Dat gaat niet. Nou, hier nog een keer dat bord van die stippen. We gaan dus na de zomer in de winterperiode van 2019-2020 gaan ze dus weer een hele hoop bomen gaan ze vervangen. En gaan ze weer een hoop onderhoud plegen. Dat is natuurlijk ook wel nodig. En je hebt hier niet echt een zijpaden meer of zoiets. Het is hier altijd hetzelfde pad eigenlijk wat je loopt. Aan het andere bos, dat is het Vogelenzangpark. Daar heb je wel andere zijpaden nog waar je kan wandelen en hollen, maar hier is het één rechtuit. Kijk, dit vind ik ook wel mooi hoor, dit zo. Precies tussen die bomen zo. Vind ik wel ontzettend mooi. Hier heb ik ook een keertje, zo'n aflevering opgenomen. Het ging over Planet Coaster, dat heb ik toen hier opgenomen. Je loopt precies tussen de bomen door. En het is wel een hele mooie locatie hier ook. Omdat het helemaal dicht gegroeid is met bomen allemaal. Je loopt echt letterlijk en figuurlijk onder de bomen door. De sloot ziet er nou niet echt netjes uit. Het is helemaal bruin. De aanslag van de bomen en zo. Nou, hier heb ik nog een of andere tak midden op de weg. En het is ook hier een favoriete plek voor paarden, voor mensen die paard rijden. Ja, je kan hier natuurlijk lekker heerlijk wandelen met paard, of in ieder geval met het paard lopen. Op het paard zitten en lopen. Af en toe kom ik er niet meer uit. Nou, kijk eens.
Ziet er best wel mooi uit hoor, hier ook. Ziet er best wel netjes uit. Dus ja, dat heb je ook allemaal nog eens. Oh, kijk hier, we hebben de beest weer zitten schijten hier ook. Het is toch wel een heel lekker park hier hoor. Heerlijk wandelen. Ik denk dat als je hier helemaal uitloopt, dat je dan zicht hebt op het kerkje van Simonshaven. Kijk eens zeg. Echt helemaal dichtgegroeide bebouwing van bossen, struiken, planten, beesten. Er zal hier wel ontzettend veel dieren ook leven. En het wordt ook steeds, het pad wordt ook steeds minder zichtbaar. Oh, hier staan nog een paar bomen met van die stippen erop. Deze bomen die gaan van de winter het veld ruimen. Kijk, allemaal oranje stippen erop. Oranje streep daar zo. Dit gaat dus allemaal weg. En we moeten dus een beetje plaats maken voor de andere bomen. Oh, kijk eens. Ja, deze snap ik wel dat deze weg gaat, want die hangen echt helemaal over het pad heen. En die zijn echt helemaal... Dit is ook wel een groot hoor. Die gaat er ook uit. Deze ook. En hier... Binnenin... zijn er ook nog een heleboel struiken die weggaan. Zie ik nou. Daar zo is alles weg. Die gaat weg allemaal eruit. Die gaat eruit. Hier gaan nog wel aardig wat bomen eruit. En hier ook. Allemaal met die oranje stippen erop. Dit gaat er dus allemaal uit. Allemaal om weer een beetje lucht te krijgen voor de andere bomen. En ja, af en toe dan moet er wel eens gerooid worden. Hier ook een boom. Die gaat er ook uit. Dit gaat binnenkort allemaal weg. Dat wordt allemaal opgeruimd allemaal. Dus het wordt wel één grote kale vlakte hier ook. Dus, ja. Dat kan ook wel eens gebeuren, hè. Nou, hier is het pad helemaal weg. En hier loopt hij dus helemaal naar achteren. Kun je dus helemaal naar achteren lopen. Ik ga hem heel even neerleggen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik ga nog eventjes een slokje drinken nemen. En even uitrusten. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Kijk, hier heb je ook nog een hele rij wat er allemaal uitgaat. Tot zo! Zo, nou daar ben ik weer. Ik zie hier ook, het is niet dus die ene kant die ik er net velde, ook aan de overkant gaan er een hele hoop bomen gaan er weg. Ook allemaal hier aan de andere kant, allemaal oranje stippen allemaal. Het gaat gewoon allemaal weg. Het wordt gewoon allemaal geruimd. En we gaan in de winterperiode... December, januari gaan we wel zien ja, wat hier allemaal gaat gebeuren. Ik ga het nog wel, ja, ik ga het zeker weten, dan ga ik het bijhouden en ik zal er zeker weten nog een keer een vlog over maken van ja, wat er allemaal weg is gegaan. Maar al deze rijen en ook aan die kant, daar gaat allemaal foetsie.
echt allemaal, overal staan hier oranje strepen op. Van paden die allemaal weggaan. Bomen die allemaal weggaan. En aan deze kant is het dan meer de binnenkant. Aan deze kant is het meer de binnenkant. En aan deze kant is het meer de buitenbomen. Alhoewel hier aan de binnenkant ook wel aardig wat is. Dus, ja. Als het goed is, ik zag het net daar in een foto. Als het goed is, kan je, heb je daar weer een pad aan de zijkant. Dan kan ik weer op terug. We gaan eens kijken of we aan die kant weer een pad terug kunnen richting het vogelzangpark. Eens even kijken. Ook een heleboel, trouwens, er vallen ook op een heleboel kleefkruid. Verschrikkelijke stad als je dat in je tuin hebt. Nou, haal het ogenblikkelijk weg voordat er, dat het in zaad schiet. Want als het in zaad schiet en het gaat groeien, dan ben je echt in de aap gelogeerd en dan heb je echt een probleem. Want het groeit echt verschrikkelijk snel dit. Het is zo ontzettend bocht is dit. Hetzelfde als kleefkruid, wat je wel eens. Dat is hetzelfde als wingen. Dat is ook zo verschrikkelijk erg krimpelend. Je ziet het wel een paar gevels. Dat mensen tegen de gevel van een duim zouden hebben. Klim op. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Klim op. Maar het vroeg op een gegeven moment, als het zo erg goed is, dan gaat gewoon de hele complete gevel gaat eraan. Ja, eens even hier kijken. Hier zag ik er net iemand lopen. Volgens mij kan ik niet dan weer teruglopen. Of niet? Kan ik hier aan de buitenkant. We zien het wel. Hier ben ik nog nooit geweest. Dus we hebben weer een blikje gevonden. Laat ik nog niet geweest, hè? En hier kwam ik dus net vandaan. Hier een zandpaardje. Als het goed is, kan je dan hier weer teruglopen, hoop ik. Hier houdt de sloot op. Gaan we eens even kijken of we hier weer terug kunnen lopen naar de auto. Nou, hier achter is allemaal boerderijen allemaal. En verderop heb je Simonshaven. Waar wij gaan. Weer langzaam terug richting de auto. Ik zit daar wel op een landskoppers bij of zo. Dat is de boomskoppers bij allemaal. En dan gaan we hier weer terug. Volgens mij kunnen we hier niet terug. Dus we zijn verplicht om hier te lopen. Want hierachter heb je natuurlijk dat stuk water waar de fluisterboot is. Dus daar kan je sowieso niet doorheen. Hier allemaal kinderen spelen. Dus ook even lekker een dagje met oma, opa, papa, moeder. Even op stap. Ja, hierachter zit het water helemaal. Van de fluisterboot. Dus als het goed is, als ik hier rechtdoor loop, dan komen we weer langs. Weer bij de brug uit. En dan gaan we weer langzaam terug richting de auto. Ja, hier hebben we net gelopen. Deze kant aan de andere kant van het water. Eigenlijk komt een vliegtuig voorbij. Ah, dat lukt me kwijt. Even uitzoomen. Ik ken hem niet meer. Zo, was een hele inspanning. Een heel klein paardje. Dus denk ik voor de paardrijders kunnen we dan hier tot een lange paardje met het paard lopen. En dan kom je dadelijk weer bij het ophaalbrugje en het strandje kom je uit. Vanavond ga ik nog even GTA weer even live streamen.
Dit is opgenomen op een zaterdag trouwens. Dus ja, een aardig voorsprongetje op vroegs allemaal. Dus het is vorige week zaterdag opgenomen. En dit krijgen jullie pas als het is een donderdag te zien of zoiets. Oh. Ik zie weer allemaal druppels naar beneden komen. Het is toch niet dat het regent. Het is niet zo goed voor mijn camera. Hier ook weer een hele partij aan boomschade. Schade van... Hoppa. Zo, een mooie natuur zeg. Het is hier echt wel mooi. Ja, ik blijf het hier. Echt het mooiste park van de regio. Een van de mooiste parken. Dan zijn natuurlijk nog veel meer mooie stukken groen hier op het eiland voor in de put. Hè. Maar ja, Mallenbos en Park Vogelenzang ervoor. Dat is echt wel ontzettend mooi. Nou, dat is het hele stuk helemaal terug. Als ik er weer bij de opname moet ik dan terugkomen. Kijk, dit gaat dus ook allemaal weg, hè. Het is ook allemaal oranje stippen erop. Het gaat allemaal pleiten. Het is een locatie waar ik wel vaker geweest ben en nog wel een paar keer zal komen, want het is wel ontzettend mooi hier. Maar goed. Natuur, vlog en markten. Ja. De vloers loopt ook aardig. Het gaat aardig de goede kant op. Ik sta al op 536 abonnees. Sta ik nou al. Dus de abonnees die gaan toppie. De abonnees lopen echt heel goed. Dus ja, ik heb geen reden te klagen. Ik moet natuurlijk ook allemaal geabonneerd blijven. Steun me. Abonneer en like gewoon elke video. Dat zou ik wel ontzettend leuk vinden als jullie mijn video belonen met een duimpje omhoog. Ja, ik steek er toch best wel veel tijd in. Nou, ik heb in ieder geval gelijk, want inderdaad, daar is dat brug weer. Dus ik ben weer op het juiste pad terechtgekomen. Ja, het is altijd even een beetje... Kijk hoe je hier loopt altijd. Ik ben hier natuurlijk een keer met Ramon geweest. Toen ben ik een keertje verdwaald. Verdwaald is ook wel weer een groot woord. Maar toen waren we heel even het spoor bijste. Maar toen hadden we eigenlijk ook wel weer vrij snel. We hadden het alweer teruggevonden. Dus ja, dat heb je wel eens, hè. Dus we gaan in ieder geval weer. Even verder lopen. Ja, zo snel mogelijk weer naar de Efteling toe. Kevin die had niet zo zin om naar de Efteling te gaan, maar ja, dan ga ik gewoon een keer zonder Kevin, want ik wil nog echt een keer eventjes nog een aantal dingen even opnemen. Want ik heb in mijn vlogs heb ik de oude Tuffen nu opgenomen, een nieuwe baan van de oude Tuffen. Maar ik woon nog de Vijf Zwanen. Eventjes, want die is ook al heel erg ver. Moeders ook al het hoogste punt bereikt. En ik wil nog even een nieuwe carnavalfestival opnemen. En er zijn nog een paar dingetjes wat ik even wil opnemen. Nou, hier is het brugje weer. Ik heb gezegd, het is toch inderdaad, heb ik gelijk, we zijn dus eigenlijk hier ook. We zijn achterlangs zo gelopen en zo weer terug. We zijn hier vandaan gekomen, dan gaan we daar het brugje weer over richting de auto, het park uit.
En dan hebben we weer een leuke vlog gehad, in ieder geval. Ik ga morgen, wil ik eigenlijk ook nog twee vlogs opnemen. Morgen wil ik ook nog twee vlogs gaan opnemen. Waar, weet ik nog niet. Ik zou het echt nog niet weten. Maar eigenlijk moet ik eigenlijk nou weer eens een keertje ergens vlog opnemen waar ik nog niet geweest ben. Nou ja, ik moet wel inspiratie hebben. En ik weet even nog niet zo gauw een locatie waar ik nog even weer kan gaan filmen. We lopen gewoon rechtdoor, dat andere pad te doen. Later nog wel eens een keertje, kom je zeker weten, komen we hier nog wel eens een keertje terug. Voor nog een vlog. Zo, kom weer eens een brugje over. En we gaan weer langs het heksenpad. Glazenpad, zeg ik ook weer verkeerd. Nou, hier is een bosmaait. Het kan zijn dat collega's van mij dat gedaan hebben, want die waren hier gisteren bezig, eergisteren. Dus het kan zijn dat we die dit gemaakt hebben, maar het is een hele streep aan beide kanten. En dan nu weer het lazenpad weer. Hè. Het gekke lazenpad van reis ophoudt, omdat het weg lekker raar. Daar is het goed. Het ziet er nog creepy uit op het pad. Wat een beetje creepy pad is het. Nou, hier waar we net niet gelopen, slopen we zo weer terug. En dan bedankt ik jullie allemaal weer voor het kijken. Nou, het is alweer bijna. En als ik de dieren zie, dan film ik ze nog eventjes. En dan ga ik zo de volgende week afsluiten. En bedankt jullie allemaal voor het kijken en voor het liken op deze video. Tot zo. Zo, nou daar ben ik weer. Ik heb de dieren vandaag niet gezien. Dus ze staan ergens op een plek waar ze niet te vinden zijn. Hier hebben we de Bojoelaan en daar verderop de akkers. We gaan in ieder geval weer teruglopen naar de auto. En dan gaan we weer op naar een volgende vlog. Ik ga dadelijk met mijn moeder nog even naar het dorp. Ik ga nog even winkelen. Ik moet nog even twee dingen kopen. Dat vind ik wel leuk. Want er zit één iets bij. Ja, wat ik graag koop. Dus dat ga ik vandaag halen. En wat dat is, dat zien jullie in de volgende vlog. Want ik zal er wel even een vlogje over maken. Ik vind het wel leuk om dat even te vloggen. Nou, in ieder geval lopen we weer over langs de busbaan. Lopen we weer richting Vogelenzang. In deze wijk staat altijd de auto. En kijk eens wie we daar hebben. Hij is er dus toch. Hé. Hey. Kijk eens, daar staan ze dus. Was ze al kwijt. Maar staan ze helemaal aan de rand. Staan ze helemaal. Kijk, hij zit lekker te eten. Daar staat hij dus. En daar zitten de anderen ook. Lekker bedekt onder de bossen. Kijk. Daar zitten ze allemaal. Hé. Hey.
Nou, in ieder geval. In ieder geval hebben we toch weer de beestjes gevonden. Hier komt de lichte mast. Weet ik van wat het is? Nee, het is geen lichtmast. Ik weet niet wat het is. Maar ik moet heel erg oppassen met wat ik vlog. Met masten en zo. Want ja, voor het weet komt er een of andere gek in een lichtmast. Of denk je dat de gozer in een lichtmast klimt. En dan maak je je eigen zorgen. En dan blijkt hij zo bij zijn drie in een hele sluis te zitten. En is er niks aan de hand. Hé Sander! Ja, dat kan ook wel eens gebeuren, hè. Dus, nou, hier hebben we in ieder geval weer. Lopen we weer de bewoonde, tussen aanhalingstekens, de bewoonde wereld rond in. En dan ga ik weer terug naar de auto. Dan kunnen jullie over 2 dagen weer een nieuwe vlog van mij verwachten natuurlijk. Dan ga ik eens even filmen wat ik allemaal gekocht heb. Hoi! Hoi! Dat was een kennis van me. Dus ja. Hoppa. Het is wel een roerwoud hier aan zeg. Jeetje, kijk eens, allemaal takken afgebroken. Ja, en daar staat de auto. In de bewoonde wereld. We gaan wel even kijken. In ieder geval. Ja. Ik ben weer even. Na een hele lange tijd, want het was echt wel weer even ruim een week geleden. Dat ik weer zo'n lange vlog heb opgenomen. Volgende zo'n vlog. Of de Waterland vlog. Heb ik ook opgenomen. De Waterland vlog. Die ik pas geleden aan jullie heb laten zien. Die staat nu te renderen. Die heb ik vandaag geëdit. En die komt. Als het goed is, is dat. Vlog hiervoor, nee, de vlog van 4 dagen geleden is het alweer, want er zat natuurlijk de vlog tussen van 5 beste YouTubers. Die vlog is 2 dagen geleden geweest, dus het is alweer 4 dagen geleden. Maar die staat nu te renderen, ben ik nu weer bezig. Dus ja, even een indicatie van hoe ver de stand van zaken zijn met mijn vlogs. Joost was er net aan het GTA, zag ik. Ja, en ik ga zo nog even naar Waterland. Naar huis toe en eventjes naar het dorp dadelijk. Oh, daar staat er trouwens nog eentje. 2 zelfs. Er staan zelfs 2 staan ze. Kijk, daar staan ze. Daar staan ze hoor, daar staan ze. Ja, af en toe dan denk je bij je eigen van, wat zullen ze nou zijn? En ze zijn er nog gewoon hoor. Nou, ik zie mijn auto in de verte alweer staan, dus ik ga het lekker afsluiten. Bedankt jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Jullie weten het. Doe een duimpje de lucht in. Abonneer natuurlijk even op iets wat rechts natuurlijk. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is, en dan spreken jullie allemaal weer. Hè. Dan was dit in ieder geval weer even een leuke vlog, een leuke buitenvlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende. Het is ook een vliegtuig hoor. En de lucht is ook helemaal donker aan de achterkant. Dus ik ben blij dat de vlog voorbij is. Hoor. Ik ben blij dat de vlog voorbij is. Het was al compleet buiten mijn haastjes gehad. Dus ik ben wel ontzettend blij. Maar in ieder geval, dit was hem voor vandaag. Groetjes, bye bye en zwaai zwaai. En ja, laters. Ik zie jullie wel weer. Hè. Bye.